Zo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, van harte welkom bij tekst 15. Een wat langere tekst met vragen die in het Duits gesteld zijn. Dat vinden mensen vaak erg lastig en dat gaan we even samen bekijken. En ik ga jullie aan de hand van deze tekst en het bespreken van de vragen laten zien dat je sowieso eerst heel goed naar foto en naar titels enzovoorts moet kijken, misschien kort naar de inleiding. En dat je daar eerst goed over moet nadenken en dat je dan al heel veel vragen kunt beantwoorden die langskomen, zonder dat je dan verder nog erg naar de tekst hoeft te kijken. En ik ga in het bijzonder iets vertellen over open vragen, die door veel mensen vaak worden overgeslagen. En ik zal jullie laten zien dat dat nergens voor nodig is en dat dat niet zo slim is om dat te doen. Omdat dat juist vragen zijn waar je vaak het antwoord al op kunt geven, zonder dat je in de tekst hebt gekeken. Oké. Nou, ik ga eens even naar die foto kijken. Ik zie een meneer die aan het snowboarden is. Nee, wacht even. Hij is helemaal niet aan het snowboarden. Want ik zie aan de kleding van deze meneer dat het niet winter is. Want hij heeft een t-shirt en een korte broek aan. En als ik heel goed kijk, vraag ik me ook af of hij wel in de sneeuw bezig is. Nee, dat is hij niet. Kijk maar naar de titel. Hij is niet aan het snowboarden, hij is aan het zandboarden. Hij is met, ongeveer hetzelfde bezig, maar dan in het zand. En niet in de winter, maar in de zomer. Waarom zouden mensen dit nou doen? Vraag ik me dan meteen af. Waar zouden mensen dit dan doen? Ergens in sneeuwduinen of zo? Waar zou je dat dan kunnen doen? Of moet je daar speciale pistes voor aanleggen? Je ziet al, ik ben heel erg aan het nadenken. Dat zijn de volgordes ook. Of dat is de volgorde. Je kijkt eerst, je kijkt nog even naar de titel en je gaat denken, denken, denken. Wat weet ik hiervan? Wat zou er nou in die tekst gezegd kunnen worden? Enzovoorts. En kijk eens even naar de inleiding. Kijk eens even naar dit woord. Sommer. Sommerpauze. Im Sommer. Met andere woorden, het gebeurt allemaal in de zomer. Dat had ik al aan die kleding gezien natuurlijk. En hier staat het nog een keer, niet auf Schnee, wat je zou verwachten, sondern auf Sand. Maar op het zand is deze meneer aan het sporten. Nou, we hebben net al besproken, wat komt er natuurlijk allemaal terug? De verschillen tussen snowboarden en zandboarden. Wie dit doet, zijn dat alleen professionele snowboarders die je ook straks bij de Olympische Winterspelen weer ziet? Of is dat misschien voor iedereen die dat hartstikke leuk vindt om te doen? De W-vraag eigenlijk. Hè? Waar is dit? Wie is dit? Hoe gaan ze dat doen? En waarom? Nou, die vragen worden natuurlijk in deze redelijk lange tekst ongetwijfeld beantwoord. Laat ik eens naar de eerste vraag gaan kijken. 30 miljoenen berg aufgeschüttet. Dit is een zin uit de eerste alinea. En aan de hand van die zin vragen ze wieso? Ik weet niet wat wieso is, want die had ik nog nooit gehad, maar ik kan het wel bedenken, want wie, dat weet ik wel. Wie is namelijk, nou ja, we kennen de zinnetjes, wie alt bist du, wie heißt du, wie geht es dir, met andere woorden, hoe. Hoezo, hoezo, waarom, waarom wat, waarom dit. Nu gaan we naar deze zin kijken. Dat is deze. Hier staat hij. 30 miljoenen tonnen zand, dat is heel veel zand, worden dort zu einem 110 meter hohen berg, dat is een redelijk hoge berg, aufgeschüttet. Ik weet niet precies wat hier staat, maar ik kan me zo voorstellen dat ze dus inderdaad 30 miljoen ton zand bij elkaar hebben gebracht om zo'n zandberg te maken waarop ze kunnen gaan zandboorden. Hartstikke leuk. Dus, blijkbaar gebeurt dat niet zomaar ergens in de zandduinen of kan dat daar niet. Maar hebben ze dus een speciale piste gemaakt. En hebben ze dus zand bij elkaar gebracht. Opgeschud, aufgeschüttet. Waarom? Want dat was de vraag, hè? Hoezo? Waarom hebben ze dat gedaan? Nou ja, zodat mensen daar aan zandboorden kunnen doen natuurlijk. Daarvoor hoef je toch alinea 1 verder niet te lezen. Hebben we die mogelijkheid ook? Eerste mogelijkheid. Die bergen moeten versterkt werden. De bergen moeten versterkt worden. Wat een onzin. Es gab an dieser Stelle eine Lawine. Er was op die plek, stelle, een lawine. Er was iets met een lawine. Nee, natuurlijk niet.
Man macht einen schalldichten Wall. Iets met een wal, een wol, een muur. Maar dan moet ik dit gaan opzoeken. Waarom zou ik dat allemaal gaan doen, mensen? Ik had toch al zelf bedacht dat het dit moet zijn. Man will dort Sport treiben. Zodat die mensen daar sport kunnen doen. Aan sport kunnen doen. Namelijk aan het zandborden. Had ik toch al lang bedacht. Ga ik dan verder nog lezen? Nee, natuurlijk niet. Allemaal zonde van de tijd. Antwoord D. 36. Wie worden er in alinea 1 bedoeld met wintersportler? En kijk eens even. Dat wintersportler, dat staat tussen aanhalingstekens. Ik doe dat ook wel eens zo, als ik spreek ook, doe ik wel met vier vingers zo. Wintersportler. Waarom staat dat dan tussen aanhalingstekens? Nou, omdat het natuurlijk geen echte wintersporters zijn. Want wie worden natuurlijk daar in alinea 1 met wintersportler bedoeld? Ik kan hem nog even opzoeken. Kijk, hij staat hier. Dat zijn natuurlijk die mensen die aan dat zandborden doen. Zoals deze meneer. Hij is natuurlijk niet echt een wintersporter, want hij is in de zomer aan het sporten. Ja, het is natuurlijk toch een beetje een wintersport. Dat lijkt wel heel erg op snowboarden. Dus wie worden er bedoeld? Mensen die aan zandborden doen, de zandborders. En weer is er een punt gescoord. Je ziet, ik heb nog bijna niets gelezen. En ik heb al 2 punten binnen. Dat je voor Duits ook wiskunde nodig hebt, dat zie je aan de hand van vraag 37. Ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar je moet hier een beetje gaan rekenen. Ga ik laten zien. Wie alt war Katja, als sie mit dem Zandborden anfing? Hoe oud was Katja als zij, toen zij met het snowboarden, geen idee wat dit is, misschien ken je aanvangen, dat is beginnen, maar ook als je het niet weet, ja, wat zou het nou kunnen betekenen? Hoe oud was Katja toen ze met snowboarden begon natuurlijk? Het staat in de tweede alinea. En hier mogen we dan uit kiezen, was ze 10, was ze 13, was ze 18 of was ze 25? Nou, Katja. Dat is natuurlijk Katja Reinauer, die mevrouw bedoelen ze. En we zien dat Katja 25-jarig is, oftewel ze is 25 jaar oud. En dan staat er in die zin, want dat is de zin waar het om gaat, voor 7 jaren had die 25-jarige met dem zandborden begonnen. Voor 7 jaren, voor 7 jaar, oftewel 7 jaar geleden. Dat is een vaste uitdrukking, 7 jaar geleden is ze begonnen. Als ze nu 25 is, doen we even het volgende rekensommetje. 25 min 7 min 7 is inderdaad 18 jaren. Nou, ik denk dat het zonder rekenmachine ook nog wel lukt. Want ja, rekenmachine gebruik je in principe natuurlijk niet bij Duits. Maar dit rekensommetje, dat lukt nog wel. 38. Ga ik je laten zien dat je de tekst soms helemaal niet nodig hebt. Waarom doet Katja aan zandborden? In alinea 3 wordt dat uitgelegd. Noem 2 redenen. 2 redenen waarom deze Katja aan zandborden doet. Nou, het eerste wat in mij opkomt en wat bij jou ook opkomt. Waarom doen mensen aan een bepaalde sport of een bepaalde activiteit? Dat is omdat ze dat leuk vinden om te doen. Als je dat opschrijft heb je al een punt. Want ik ga je laten zien dat het natuurlijk ook in de tekst staat. Wat zou het anders kunnen zijn? Een andere reden waarom ze aan zandborden doet, nou misschien is ze heel gek op snowboarden en dat kan natuurlijk dan wat lastiger in de zomer. En zo kan ze toch in de zomer ook nog een beetje met die sport bezig zijn. Want het is misschien niet helemaal hetzelfde, maar het zal toch wel heel erg op lijken. Dus, 2 redenen heb ik genoemd. Nog even in die alinea 3 kijken. Wat staat er dan? In alinea 3 staat dat im Sommer steht für sie. Die zie, dat is natuurlijk die Katja, zij. Want daar gaat het over in deze alinea. Kijk, hier wordt ze genoemd. Steht für sie Spaß im Vordergrund. De lol of het plezier staat op de voorgrond, in de voorgrond. Met andere woorden, precies wat ik net zelf bedacht had al natuurlijk. Ze vinden het leuk. Gleichzeitig. Hier zie je dat je met een paar letters omdraaien, namelijk de CH is in het Duits altijd een K. De Z is heel vaak een T. En de T is heel vaak een D. Dat als je die omdraait, die letters, dat er dan gelijk
tijdig op één staat, oftewel tegelijkertijd op hetzelfde moment. Hier komt de tweede reden. Is es für Sie ein Training für den Winter? Het is een training voor in de winter. Nou, dat hadden wij eigenlijk zelf ook al bedacht natuurlijk. En zo hebben we bij deze open vraag ook weer 2 punten gescoord. Vraag 39. De vraag is waarom? Waarom wat? Waarom dit? Je ziet, ik ga een beetje van achter naar voren. Dat is eigenlijk net als met de wieso-vraag. Hier, wieso. Hoezo? Hoezo wat? Hoezo dit? Waarom hadden ze die berg bij elkaar gebracht? Nou, zodat mensen konden sporten. Waarom? Waarom is dit aan de hand? Nou, die regel, die zin, die ga ik opzoeken in alinea 4. Want het staat in alinea 4. Hier staat die zin. Wer mit Öl versucht in Fahrt zu kommen, kann gleich wieder einpacken. Dat weer, dat is een van de W-vragen die niet zoveel voorkomt, maar die wel heel erg belangrijk is. Het is namelijk wie. Wie met Öl, gelukkig heb ik die pas geleerd, want die kwam in het vorige hoofdstuk, het hoofdstuk daarvoor kwam die terug. Öl, een beetje een raar woord, maar het was olie. Wie met olie in vaart te komen, kan gleich wieder einpacken. Nou, blijkbaar kan je iets met olie, als je olie op je snowboard smeert, dan gaat het misschien sneller. Maar dat mag blijkbaar niet, want dan kan je gelijk weer inpakken. Ja, dat is dus verboden om dat te doen met olie. Wat je precies met die olie doet, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. De vraag is, waarom kan je dan meteen weer inpakken? Staat dat in de spelregels, dat het niet mag? Is er iets anders aan de hand? Nou, kijk eens even. Dat staat natuurlijk meteen daarachter genoemd. Want de reden daarvoor wordt daarachter genoemd. Eer hij, dus die dat doet, die er met olie iets gaat doen, hij wordt, dat werkwoord heb ik net gehad, hè, ich werde, du wirst, er wird, hij wordt gedisqualificeerd. En wegen, vanwege, wegens, hier komt een reden, als ik heb vanwege, wegens, wegen, dan weet ik dat er een reden komt, wegen dit, Umweltverschmutzung. Ja, dit woord, die moet ik even gaan opzoeken. Misschien staat hij in het woordenboek, misschien ook niet. Als hij er niet staat, dan staan er wel 2 andere woorden in het woordenboek. Namelijk het woord Umwelt, dat is het eerste deel van het woord namelijk, en het woord Verschmutzung. Het is een samengesteld woord. Je ziet meteen dat het uit 2 woorden bestaat. Je gaat Umwelt opzoeken, dan vind je milieu. En Verschmutzung is vervuiling. Milieuvervuiling. Dus je wordt gedisqualificeerd omdat er iets is met milieuvervuiling. Nu ga ik naar mijn vraag. Die olie, die is slecht voor het snowboard. Nou, heeft niks met milieuvervuiling te maken. Olie is slecht voor de gezondheid. Zou misschien nog kunnen. Olie is slecht voor de natuur. Ja, precies. Dan heb je te maken met milieuvervuiling. Öl is slecht voor die natuur. En het is antwoord C. 40. Dat is een lastige vraag. Ik ga uitleggen waarom. Was wird aus dem 4. Absatz deutlich? Deze vraag betekent, wat wordt uit de 4e alinea duidelijk? Als je zo'n vraag krijgt, en die zijn er best wel eens wat, die zie je best wel vaak terug, dan weet je dat je eigenlijk die hele alinea 4 moet gaan lezen en bekijken en begrijpen om te vertellen wat nou het goede antwoord is daar. Nou, dat kost natuurlijk best veel tijd en veel moeite en veel opzoekwerk misschien ook nog. En ik loop misschien allemaal vast in die tekst. Laat ik eens eerst naar de antwoorden gaan kijken en kijken of daar iets logisch bij zit. Antwoord A. Es gab noch nie Unfälle bei Snow-Sandboarding. Nog nie. Nie is niet niet, dat is nicht. Nie betekent nooit. Nog nooit een ongeval bij zandboarding. Nou, geloof jij het, geloof ik het. Dat is natuurlijk niet waar. Er is natuurlijk altijd wel eens een keer iemand onderuit gegaan. Kan natuurlijk niet dat daar geen ongelukken gebeuren. Geloof ik niks van. Katja moest een andere techniek leren toen ze ging zandboarden. Kijk, daar kan ik me nou alles bij voorstellen. Of je nou op zand naar beneden gaat of op sneeuw. Dat zal toch echt nog wel verschillend zijn. Dat lijkt mij logisch. C daarentegen,
Zandboarding und snowboarding sind gleich, zijn gelijk. Dus geen verschil, gaat precies hetzelfde. Lijkt mij dus heel onwaarschijnlijk. Maar ja, ik weet het niet. Maar als ik hier moet gokken, dan gok ik natuurlijk op B. Nou heb ik nog tijd over bij de toets. Nou heb ik nog een woordenboek liggen. Nou heb ik nog de energie om nog even de tekst te kijken. Dus ik kijk even of het klopt wat ik dacht. Maar heb ik die tijd niet, heb ik in ieder geval grote kans dat dit gewoon het goede antwoord is. Ik ga natuurlijk niet zomaar kiezen voor B. Ik denk erover na. Dit zal toch wel zo zijn. Ga ik nog eens even kijken in de tekst. En wat staat daar dan? Ik weet dan natuurlijk ook precies waar ik moet kijken. Während Katja, terwijl Katja gewoond was, gewend was, auf Schnee einfach so dahin zu gleiten, moest ze op zand eerst leren dat gelijkgewicht zu halten. Haar gelijkgewicht, oftewel haar evenwicht te, alt is oud, houden. Ze moest daar leren om haar evenwicht te houden, dus het is niet precies hetzelfde. En ze moest dus eerst wat leren. Ze moest een bepaalde techniek leren. Katja moest een andere techniek leren. Antwoord B. En ik heb weer een punt binnen. Nog even samenvattend, naar aanleiding van deze tekst. Ten eerste, als die vragen in het Duits zijn gesteld, valt het op zich best wel mee. Je hoeft echt niet elk woordje op te zoeken, maar je moet gewoon rustig kijken wat zou het kunnen zijn. Logisch nadenken staat daarbij voorop. Bij open vragen geldt, die slaan we echt nooit meer over. Dat geldt bij Duits, maar dat geldt ook bij Engels en als je het hebt bij Frans. Want dat is echt zonde als je dat doet, want je kunt zelf het antwoord altijd bedenken. En heel vaak is dat antwoord goed. Je hebt het net gezien hier in deze tekst. Het kan haast niet anders dan dat je, als je daar logisch over nadenkt, ook bij een goed antwoord uitkomt. Natuurlijk kijk je even in die tekst of dat ook klopt. Maar stel dat je de tijd niet hebt of dat je er niet uitkomt bij die tekst, heb je toch wat opgeschreven. Altijd doen. En het allerbelangrijkste, en dat geldt bij alle teksten, maar hier zag je het ook heel duidelijk. Eerst kijken, rustig naar die foto kijken. Wat zie je hier nou? Wat valt je op? Wat is er bijzonder? Wat is er gek? Dan nadenken daarover. Hele zandborden ga ik nadenken, hoe is dat dan, waarom doen mensen dat, de W-vragen stellen aan mezelf. En dan pas, eventueel, je ziet heel vaak is het niet eens nodig, die tekst lezen. Dat is het laatste wat je doet. Die andere twee zijn veel belangrijker. Kijken en denken. Oké, dat was tekst 15. Heel veel succes met de andere teksten die jullie nog gaan bekijken. Auf Wiedersehen. Tschüss.